Ik heb een zwembad gemaakt omdat ik graag zwem. Ik heb dat gemaakt van een bakje. En dat heb ik geschilderd in blauw. De touwen heb ik gemaakt van pareltjes. Dit is een doos. En die heb ik beplakt met als zoiets van dat je op een vloer kunt leggen of zo. Dit is mijn maquette van een voetbalplein met een atletiekpiste er rond. Ik ben eigenlijk begonnen met een kartonnen doos. Ik heb die geschilderd. Daarna heb ik blokjes aan elkaar geleemd. Ik heb die dan ook geschilderd. Daarna heb ik uit papier een atletiekpiste uitgeknipt. Ik heb er dan lijnen op getekend. En daarna heb ik uit groen papier gewoon een veldje uitgeknipt. Ik heb er dan lijnen op getekend. En dan de golen heb ik van tandenstokers gemaakt. Met ijzerdraad en een netje erachter. Ik heb een maquette gemaakt over een motocross parcours. Eerst zou ik een veldrit parcours maken, maar ik keek graag naar motocross, dus ik dacht, waarom zou ik dit niet maken? Ik heb dat gemaakt uit Easymo. En ja, dit zijn verschillende laagjes Easymo en vals gras voor. Dan heb ik tandenstokertjes gepakt en een paar draadjes. Dat dient als omheining, want er moet natuurlijk ook publiek achter staan. De motocrossers zelf mogen dat niet markeren. En reclame natuurlijk. En ik was aan het kijken naar de tv en ik vond dat er eigenlijk nog iets mankeerde. En toen was ik aan het denken, wat? Maar ik kon er niet direct opkomen. Maar toen dacht ik eraan dat er ook een eerste, tweede en derde plaats is. En ja, een podium hoort er ook gewoon bij. En dan hier heb je water, want ja, er is een rivier in het midden. En natuurlijk verschillende vlagjes van verschillende nationaliteiten. En zo heb ik dus mijn maquette gemaakt. We hebben een scoutskamp gemaakt omdat wij allebei in scout zitten en omdat wij dat tof vinden. We hebben eerst 3 platen Easymo op elkaar gelijmd en dan een riviertje uitgesneden en dan geverfd. En we hebben allemaal tentjes, slaaptenten gemaakt met stokjes en koperdraad. Ja. En ook een omheining. Zo aan wij voorstellen en boompjes en een kampvuur met steentjes en zo. Dus ik ben dus alleen met skiklassen geweest en daar waren van die keimooie huizen van hout. En dus ik dacht van, ik ga dat maar eens namaken. En dat is een Easymo-plaat en hier heb ik nog 2 lagen gemaakt. En daar rond heb ik dan met suikerklontjes gewerkt. Die huizen heb ik gemaakt van rolletjes papier die je dan op elkaar moet stapelen. En hier heb ik hetzelfde gedaan. En dit heb ik dus geknipt uit een boom. Zo lange stukjes, zodat dat bomen gaan voorstellen.